zo leuk. Sinterklaas komt weer bijna in Nederland. En Rodi, Feline en Noor logeren ook dit jaar bij Tante Barones op Kasteel Kannenburg. Oh, weet jullie nog van vorig jaar? Dat we toen in de nacht naar de drosten gingen en dat ik toen naar binnen ging. Ja, dat was zo leuk. Ja. En toen ook met die super rare professor Chocola. Oh, ja. En toen was de chocoladebon hier binnen in het kasteel. Ja, en toen ging de drosten in de fik en toen kwam de brandweer. Ja. Ja. Hopelijk wordt het dit jaar weer zo spannend. Wat gaan we vanavond eigenlijk eten? Jij ook altijd met je eten. Kom, laten we naar het park gaan om te spelen. Ja. Ik heb nog geen pepernoot. Maar zit er bij de trap, hè? Ah, dat kan voor sneller. Oh! Eerste! Tweede! Nou, daar ben jij eindelijk, hè, pepernoot? Ik ben niet eerlijk, ik ben gevallen. Maar toch ben je pepernoot. Ik wil maar rust roepen. Kom, laten we gaan. We hebben genoeg pepernoot. Oh ja, dat is waar ook. Ik moet de barones nog even bellen. Gelijk maar eventjes doen. Met de barones. Ja, goedemorgen, barones. Je spreekt met Sinterklaas. Sinterklaas, wat een eer. Ja, het is alweer bijna zover. Dan kom ik weer naar Nederland. Ik heb de koffers ondertussen al gepakt. Fantastisch, wat een fantastisch nieuws. Hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het heel goed hoor. Ja, dank je, dank je. Maar met mij wel, maar met het weer hier in Spanje is het nog niet alles. We hebben een ontzettende droogte hier zo. Hoe is het bij jullie daar dan? Oh, gutjes, ja, het is hier precies hetzelfde. Nu eindelijk weer wat regen. Door die droogte hebben we veel minder opbrengst van het graan. En daardoor kunnen we te weinig pepernoten bakken. Oh, gutjes, oh hemeltje, wat nu? Nou, dus we kunnen wel spreken van een pepernootgeval. Maar, barones, we gaan er gewoon een heel mooi kinderfeest van maken. En we komen weer op de gewone tijd in Nederland en natuurlijk ook weer in Vaassen. Dat is heel fijn. En komt u ook weer logeren? Ja, natuurlijk. Wij komen weer heel graag logeren op Kasteel Kannenburg. Ja, ja, fijn Sinterklaas. Dat vinden we erg fijn en erg gezellig. Maar, barones, ik heb Klungelpiet al wel vast vooruitgestuurd. Samen met nog een paar andere pieten. Dat is heel goed. Dat is heel goed. Nou, dan zien we die binnenkort verschijnen. Dank u wel. Nou, dan ziet u mij aanstaande zaterdag in het mooie dorp Vaassen. Heel goed. Nou, tot ziens Sinterklaas. Nou, dag hoor. Ik wil hier zitten vanavond. Nee, ik wil daar al zitten. Nee. Maar ik wil dus nog. Ach, nee. Goed dat ik u tref. Goed dat ik u tref. Goedemorgen. Ik had zojuist de Sint aan de telefoon. En ga ik ben een beetje naar... Jongens, het is... jullie even stil zijn. Het is zo'n toestand. Er zijn niet voldoende pepernoten. En het is toch echt pepernoodzakelijk dat we er een mooi feest van maken dit jaar. Ja. Hoe zullen we dat nou toch... Oh, hoe zullen we dat... Kan ik u helpen ergens mee? Wat zou u denken van een pepernotenwedstrijd? Dat is iets nieuws, dat is leuk. Dat is iets nieuws. Dat gaan we doen. We gaan meteen aan de slag. Prima. En wat komen jullie doen, kinderen? Oh, even overleggen waar we vanavond gaan zitten. Zitten? Ja. Kinderen zitten nooit aan tafel. Kinderen staan aan tafel. Waar ik nu sta, daar staan de kinderen. Daar, daar en daar. Nou, meneer de burgemeester. Mevrouw de barones. Wat een toeval dat ik u tref. Dat fijn om te zien. Ik heb een vraag voor u. Echt een belangrijke vraag ook. We houden in het dorp een pepernotenbakwedstrijd. Oh, dat is leuk. Dat is ga ik meedoen. Dat snap ik dat u mee wilt doen, maar ik heb eigenlijk nog een veel belangrijkere taak voor u. Ik zoek nog mensen voor in de jury.
En nou ja, belangrijke mensen als u, die vervullen belangrijke taken. Dus u hoort wat mij betreft in de jury. Kan ik op u rekenen? Ja, zeker, maar ik ben wel een echte hele goede koekenbakker. Ja, ja, nou... Maar als u mij in de jury wil, dan doe ik dat. Ja, heel graag. Dank u wel. U hoort nog van mij wanneer en hoe precies. Ik geef u een belletje. Fijn, ik hoor. Dank u wel. Goed, tot ziens, hè. Dag. Aan het einde van de middag komt de butler terug op het kasteel met een leuke verrassing voor de barones. Mevrouw de barones? Ja, ja. Kijk, ik heb de potjes zojuist met drukkerij opgehaald. Is het mooi geworden? Wat prachtig, wat fantastisch. Mooi, hè? Wat zou ik zonder u moeten? Ik ga ze direct naar Vestibama brengen. Goed idee, succes. Dag. Uit voor de dorpsomroeper. Boeren, burgers en buitenlui. Boeren, burgers en buitenlui. Boeren, burgers en buitenlui. Het heeft de barones van Isendoorn, Abloa, behaagd een bakwedstrijd uit te schrijven ter ere van de komst van Sint Nicolaas. Alle inwoners van Vaassen mogen meedoen en zijn welkom. Boeren, burgers en buitenlui. Meedoen aan deze pepernoten bakwedstrijd, dat wil toch iedereen? Kom mee, Annemijn en Lise, dan gaan we even je broer Roderick Jan ophalen van de hockey. Viola en Annemijn Elise maken kennis met houthakker Kees en zijn zoon Keesje. Nou, wij gaan Roderick Jan ophalen. Ga je mee? Hoorde je dat, Annemijn Elise, over die pepernotenbakwedstrijd? Mama, mag ik meedoen? 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 Weet je wat wij doen? Winnen! Papa, ik wil meedoen met de pepernotenwedstrijd. Ja, dat weet ik, jongen. Maar de oven is kapot en het gas is allemaal zo super duur. We kunnen niet meedoen. We moeten wel echt meedoen aan die wedstrijd. Ja, we moeten gewoon een plan verzinnen. We bakken sowieso de lekkerste wel. Ja, sowieso. Laten we het aan de barones vertellen. En dan vragen of we het in het kasteel mogen maken. Ja, goed idee. Oké. Hé, hey, daar hebben we Frits de behanger. Pepernootbakwedstrijd. Dit is iets voor professor Chocobel. Terwijl de directeur van Drosten teruggaat naar de fabriek, komt de kokkin aan bij het kasteel. Hey, ah, goedemiddag Kees. Ik heb een krant voor u. Oh, wat fijn. Oh, er is een pepernotenbakwedstrijd. Ga jij er ook aan meedoen? Nee, dat kan niet, want ik heb geen geld. Oh, wat jammer. Weet je wat? Ik ga jou helpen. Wij gaan het samen doen. Vind je dat een goed idee? Ja. Mooi, ga ik even de auto uitpakken en dan gaan we aan de slag. Ondertussen bij de brandweer heeft commandant Bas eindelijk even tijd voor zijn krantje. Ho, 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 een pepernootbakwedstrijd. Nou, we weten hoe dat vorig jaar met Klungel afgelopen is. Niets dan ellende was dat. Hé, maar wat staat daar?
Ah, 1000 chocoladeletters nog aan toe. Wat een knal. Dicht kan er ook nog wat bij. Dus jongen, jongen, alles gaat achteruit. Alles gaat achteruit. Pieter, kom aan! Linksdoor! Ik zou toch zweren dat ik nou Klungelpiet hoorde. Oké, dan gaan we. Dan gaan we even vast in de auto. We gaan de kranten wegbrengen. Stap maar in. En dan gaan we je kranten rondbrengen. Zo. Dan gaan we. Zo, dat gaat een stuk sneller met de auto. Nu heeft Kees voldoende tijd om met de kokkin pepernoten te bakken. Yes, ik heb afgesproken met de molenaar. En als we klaar zijn met je krantenroute, dan gaan we naar de molenaar toe om ingrediënten te halen voor de pepernoten. Is goed. Mooi. Hey Jan. Hey Kees, bedankt hè. Tante Baroness? Nou. Wij hebben net een man gezien in het dorp die op een soort van kist stond of zo. Ja, en ja? Hij vertelde iets over een pepernotenbakwedstrijd. Ja, we hebben alle ingrediënten al gehaald. Mogen we alsjeblieft meedoen? Oh, nee, kinderen, nee. Nee, dat is echt alleen iets voor de boeren, de burgers en de buitenlui. Mevrouw de barones, Kees heeft zojuist de krant gebracht. Moet u eens kijken hoe leuk we erin staan. Fantastisch. Onze pepernotenbakwedstrijd. Mooi, hè? Maar, nogmaals, jullie kunnen niet meedoen. Hoor, wie klopt daar? Ik ga gauw de deur open doen. Jullie gaan buiten spelen. Dag. Snel. Oh, zeg Klungel, welkom. Ik dacht dat je alleen zou komen. Nee, ik heb een hele hoop pietjes meegenomen. Nou, wat een feest. Kom gauw binnen. Dankjewel. Welkom. Dag. Piet. Welkom. Dag Piet. Nou, wat een gezelligheid. Dag Piet. Piet. Dag. Welkom. Hallo. Welkom. Nou, wat leuk. Dag Piet. Nee, we hadden net alle spullen gekocht en nu mogen we niet meedoen. Nee, laten we maar gewoon naar Maarten gaan. Dat was vorig jaar ook leuk. Ja.
Hey jongens, leuk dat jullie er zijn. Ik had er jullie over. Ik zag jullie uit. Lopen. Kom even lekker bij het vuur zitten. En, hoe is het ermee? Ben je lekker vakantie? Ja, we mogen niet meedoen van tante worden net met de pepernootbakwedstrijd. Wat is dat nou weer dan? Ja, we willen heel graag meedoen. Ja, maar dat mag dus niet. Eens even denken hoor. Hey, maar daar heb ik wel wat voor. Wat dan? Ja, ga ik je zo vertellen. Okay. Heb ik sowieso wat leuks voor thuis? Kan je thuis lekker kleuren? Is dat ook weer geregeld? Ja? Ja. Nou, gaan we dan even lekker naar de keuken. Gaan jullie mee? Ja. Keesje, bedankt! Pepernoten bakwedstrijd op Kasteel de Kannenburg. Nou, daar doen wij mee. Wij hebben toch de lekkerste. Zo, de allerlekkerste pepernootjes. Hier gaan we wel mee winnen. Zo, dat ruikt lekker. Deze kunnen even afkoelen. Dan ga ik mooi mijn broodje eten. Nou, dan gaan we kijken of ik boven kom hoor. Zo. Ja, gelukt. Kom je ook, Keesje? Is Molenaar Bram hier? Molenaar Bram? Daar is Molenaar Bram. Hallo Molenaar Bram. Haak ook in. Heb je al gehoord van de pepernotenbakwedstrijd? Ja, ik zag het ja. Nou, ik ga Keesje helpen. Je kent Keesje wel, ja. Hè, van de houthakker. En wij komen bij jou wat ingrediënten halen. Heb jij iets voor ons? Jazeker, ik heb de geheime Sinterklaas pepernotenmix. Speciaal voor Sinterklaas. Wauw, geheime Sinterklaas pepernotenmix. Pepernotenbakken, is daar iets wat we daar speciaal voor moeten doen? Ja, je hebt meel nodig natuurlijk. En het water. Nou, meel hebben we hier wel. Kijk. Wat gaat Roderick Jan nu doen? Hij zal toch niet... Ja, je moet natuurlijk meel hebben, een oven... Een bakplaat en heel veel plezier. Heel veel plezier, dat gaat lukken, Keesje. En dan gooi je allemaal bij elkaar in. Deze? Dan ga je lekker knippen. Ja, wegwezen daar. Okay. En dan maak je balletjes, doe je in de oven. Ja, en weten jullie eigenlijk waarom het een pepernoot is? Vroeger deden alle bakkers, die deden de restjes bij elkaar. Dan gingen ze bolletjes van rollen en dan gingen als kleine hoopjes de oven in. En toen hadden we de pepernoten. Huh? Zit er dan ook peper in? Nee. Vroeger werden alle kruiden peper genoemd. Vandaar de naam pepernoot. Ah, die Bram, die komt meel ophalen. Ja, ik heb het voor je klaarstaan op de werkbank. Super, kan ik deze gewoon meenemen? Zeker. Mooi, dankjewel. En denk eraan, hè. Er een heel klein beetje van afnemen. Ik zal het doorgeven. Super, hoi hoi. Ik heb voor jullie hier ook wel een... Oké. Je moet echt een klein beetje nemen. Een heel klein beetje? Heel klein beetje, anders gaat het niet goed. Oké. Okay. Nou, gaan we proberen. Kijk eens, alsjeblieft. Bedankt. Dankjewel, Bram. Hey, fijne dag nog, hè. Dankjewel, hey. Tot kijk. Daar loopt meneer Krent, de zuinigste man van Vaassen en dol op pepernoten. Pepernootbakwedstrijd. Dat is interessant. Even kijken of Harald nog een mooi schoentje heeft. Hey Piet. Ja? Waar ben je mee bezig, jongen? Ja, ik zie allemaal schoenen staan en ik dacht, ja, schoenen, kinderen, pepernoten. Ja, ik vullen we eventjes. Ik snap dat, Piet, maar dit is een schoenenwinkel. Dus maar dat kan toch wel? Er komen hier toch heel veel kinderen op een dag? Ja, maar Piet, dus, ten eerste zijn dit volwassen schoenen. Hè? En wie gaat nou volwassen schoenen aan een kind geven? Toch niemand? Dus je doet al een verkeerde schoen, dat is al fout. Het is een schoenenwinkel, dus die schoenen moeten verkocht worden. Oh. Dat is al niet goed. Dus eigenlijk, Piet, moet ik ergens anders gaan vullen?
Lijkt mij wel beter, lijkt mij wel verstandiger. Heb je al gevraagd dan of ze ergens anders schoenen neergezet hebben? Nee, dat heb ik niet gevraagd. Wil jij dat voor mij doen? Ja, dat gaan we doen, Piet. Mooi, gaan we. Goedemorgen, meneer Krent. Bent u er weer een keer? Goedemorgen. En komt u weer een keer misschien iets niets kopen? Nou ja, ik heb dus gehoord dat Sinterklaas komt en ik ben eigenlijk op zoek naar een hele grote schoen. Nou, we willen natuurlijk best wel even kijken, meneer Krent, wat we voor u hebben. Ja. Normaal, tenminste wat ik nog weet, u bent natuurlijk heel lang niet meer geweest. Hè? Misschien dat u er zelf ook nog wel weet. Ja, dat heeft u soms. Heeft u maar 42. En ja. Alles wat we in 42 hebben staat hier en ik weet niet. Misschien zit er iets tussen en u zegt van, hé, dat lijkt u wel. Dat is toch wel te klein, hoor. Dus u wilt wel iets groter? Ja, mag wel iets groter, ja. Oké, ja. Zullen we dan misschien 2 maatjes, misschien 44? Ja, moeten we even kijken, hoor. Ja, nou ja, dit is eigenlijk ook nog echt wel te klein. Toch ja. Wel? Ja. Dus u zoekt echt wel heel iets groter. Ja, echt groot. Nou, dan denk ik dat ik het heb, meneer Krent. Ik heb wat voor u. Nou. Vindt u het goed dat ik dat even ga ophalen en u even laat zien? Ja. En dan kunnen we het even passen als u dat wilt. He? Neemt u rustig plaats. Nou, ga ik even kijken voor u. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb hem gevonden, meneer Krent. Kijk. Gaan we eens even passen als u het goed vindt. Ja, nee, helemaal goed. Eens even kijken. Oh, er zit er maar 1 in de doos. Maar ik ga de andere even voor u zo meteen halen. Oh, nee, dat is helemaal niet nodig. Ik heb er aan 1 voldoende. Maar u wilt hem wel even passen. Ja, nee, dat, ja. Nou, het is de linkerschoen, meneer Krent. Ja. Zo, meneer Krent. Nou ja, schoenlepel heb ik niet nodig, blijkt wel. Nee, maar hij zit als gegoten. Ja, ja. En u wilt misschien een beetje lopen om te kijken hoe of wat? Of ja, hoe nee, kijk. Zie? 1 schoen en ook nog veel te groot. Of zou Klungel weten wat meneer Krent van plan is? Die zullen we wel eens even een lesje leren. Zo, nou zijn we al heel eind op weg met de pepernoten. Heb jij dat zakje met de speciale kruiden nog? Ja. Oké. Dan mag dat erbij in. Een heel klein zakje? Erbij? Nee, een heel klein beetje maar. Wat er tussen 2 vingers past. En meer wil je niet, want dan gebeuren er vast allemaal vreemde dingen. Lukt dat? Helemaal goed. Zo. Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat doen. Nou, dan gaan ze nu de oven in. Even kijken. Zo. En dan moeten we nu nog even geduld hebben. Hoe lang duurt dat? 1 minuut of 8. En dan zijn ze al klaar. Ze ruiken nu al lekker. Dat vind ik ook. Ik ben benieuwd hoe ze straks smaken. Nou, lieve schat, we gaan dus even lekker aan de slag met die pepernoten, want we gaan die wedstrijd natuurlijk wel even winnen, hè. We gaan niet zomaar meedoen, want we gaan echt even winnen. We hebben lekker speciaal meel. Die jury die weet echt niet wat ze meemaken als ze onze pepernoten hebben geproefd. Dus Roderick Jan, doe jij eens even lekker wat meel erin? Ja, die hele speciale. Ja, oh, goed zo. Ja, nog wel een beetje erbij, want dan worden ze extra lekker. Ja. Oei, gaat dat wel goed? De molenaar had tegen de kokkin gezegd, een klein beetje. Helemaal goed, lekker hoor die pepernoten. Nou, even kijken hoe werkt dit verder. Even zo, ja, goed zo. Nou, volgens mij moet hij hier dan aan of zo, denk ik. Of je doet de stekker erin. Hey Freddy! Hey Klungel! Goedemorgen! Goedemorgen! Heb je al gehoord van de pepernotenbakwedstrijd? Nee, weet ik niks van. Van de barones van de Kannenburg? Niks van gehoord. Echt niet? Nee, hoe kan dat niet. Nou? Dat is echt heel wereldwijd bekend. 1 groot nieuws, heeft alles gehaald. Is er niet wat voor jullie? Ja, dat doe ik wel mee. Doe je er aan mee? Ja. Nou, doe mij dan maar een pepernoontje met pindasaus. Gaan we dat even regelen voor je? Komt helemaal goed. Ga ik daar zitten? Top. Ja.
Heerlijke pepernoten. Kijk eens aan. Pindasaus. Moet je er ook eentje proeven? Of, Ja, lekker jongen. Heerlijk. Pas op, dat is warm hè? Is warm. Ja, ja. Hier, komt goed. Ga maar naar de keuken en dan laat ik jullie even de oplossing zien. Wow, ja. Wat een grote keuken. Ja, gaaf, wow. Hè? Goedemorgen. Nou, dat is een gedeelte van de oplossing. Dat is Ron, beste vriend en kok. En die gaat jullie helpen om toch pepernoten te bakken. Ga maar eens even bij hem kijken. Let's go. Oké, jongens, we gaan pepernoten maken. Ik stel voor dat Feline bezig gaat met het beslag. Rodi, jij gaat bezig met de pepernotensaus. En Noor, jij gaat bezig met de presentatie als de pepernoten klaar zijn. Iedereen naar zijn plek, jongens. Dan gaan we bezig. Kom op. Let's go. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Hier, kijk eens even op het vast. Oké. Hé, dat is slim van Maarten. Met een pruik en een bril heb je een perfecte vermomming. Nou, zo gaan ze jullie niet herkennen, kunnen jullie gewoon lekker meedoen met de wedstrijd. Ja. Helemaal goed. Binnen! Ah, je was er al! Ja, ik was er al, ja. Ik was pas net op het dorp. En daar hangt een aanplakbiljet. Ja? Dat er een wedstrijd is. Wedstrijd? Ja, pepernoten bakken. Pepernotenwedstrijd? Ja. We kopen toch chocola hier? Ja, ja, maar ik wil hebben dat je meedoet met die wedstrijd. Maar jij kan dat! Ik? Ja. Weet je hoe druk ik ben? Ik moet nog 1 miljoen chocoladeletters maken. 1 miljoen! Komt allemaal goed. Jij kan dat. Ja, ja, hij zegt het wel. Jongen. Gaat niet lukken hoor. Kom kinderen, even doorlopen. We moeten gang naar binnen. Zullen we eens even een paar bijvullen? Ja, ik hoor dat ze hier de lekkerste pepernoten hebben van Vaassen. Zeker weten. Oh, dan wil ik ze allemaal. Ik ga ze voor u halen. Kijk eens. Dankjewel. Dankjewel. Zet maar op rekening van Van Aardehout. Gaan we doen. Komt goed. Dag. Hé, waar zijn de pepernoten gebleven? Pepernoten? Die hebben we net aan mevrouw Van Aardehout verkocht. Je weet wel, die... Van Aardehout? Oh nee, hè. Nou, dan ga ik maar gewoon opnieuw beginnen. Zo. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Meneer Krent hoopt op heel veel pepernoten. Daar weet Klungel wel raad mee. Ja.
klaarzetten, kinderen. Helpen, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. Geen tijd, natuurlijk wel. Oh, hi, Bart, ja, ik ben al druk bezig. Klein stukje op. Ja, sorry. Oh, dat is zo onhandig. Zal ik hem hier zetten? Ja. Sorry. Ja, nou, keurig zo. Ja, nou, laat Bart maar even zijn gang gaan, hè. Kom, ja. Kijk, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Wat fijn dat u zitting wil nemen in de jury van de pepernotenbakwedstrijd. Ja, zeker. Daar horen natuurlijk hele belangrijke mensen in. Nou, precies. Zo is het. Ja. Ja, en als directeur van de chocoladefabriek heb ik natuurlijk heel veel verstand van smaken. Precies, precies. Dus we zijn hartstikke blij. Klungelpiet heb ik ook uitgenodigd om plaats te nemen in de jury. Maar ja, ja. Je kent onze klungel, hè? Ja, die altijd niet... Nou, daar zou je hem hebben. Nou, ja, daar ben ik! Ja, daar is hij. Daar ben ik! Klungel. Dankjewel, burgemeester, van harte welkom. Directeur, van harte welkom. En barones, van harte welkom. Daar zijn we weer. Nou, we maken er een mooie wedstrijd van. Dat denk ik ook. Feestelijke dag bij Kasteel Kallenburg. En kijk, professor Chocobel. Zou het gelukt zijn een lekkere pepernoot te maken? Burgers en buitenlui. Boeren, burgers en buitenlui. Welkom op de eerste open Vaassense pepernotenbakwedstrijd. Wij hebben daarvoor een jury met hele kundige en belangrijke mensen. En natuurlijk als eerste de barones. En als tweede de directeur van Drosten. En als derde onze hele eigen burgemeester. En als vierde Klungelpiet. Mag ik de deelnemers verzoeken naar hun plaatsen te gaan? Nou, eens even proeven wat jullie hier ervan gaan bakken. Jullie komen me wel een beetje bekend voor. Ja, ik weet het nog niet eigenlijk. Ja, Kees. Ruikt goed. Ja, Kees. Wie weet. Oh, dit wordt zo leuk, Kees. Succes! Dames. Kijk. Nou, de vorm is mooi. Hij is mooi rond. Bak, goede textuur. Hele leuke kleurtjes erop. Zit er ook allemaal. De smaak is goed. Prachtig. Dit zou wel eens de winnende pepernoot kunnen zijn. Ik hoop het. Zo, die ziet er lekker uit. Zeker.
smaakvol. En zo mooi gepresenteerd. Zeker, ja. Ik ben zelf eigenlijk ook een hele goede koekenbakker. Kijk, mooi. Kijk, en wat hebben we hier? Oh nou, kijk, daar word ik nou enthousiast van. Kinderen, kijken jullie even mee. Pepernoten kunnen dus ook gezond. Even. Fantastisch! Mooi. Wat mij betreft... Gaan wij winnen. ...een kandidaat voor de hoofdprijs. Dank u wel. Een stuk minder gezond, denk ik. Ja. Ik weet het nog niet. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Klinkt lekker. Heerlijk pepernoten. Dat zijn mijn pepernoten. Nee hoor, nee. Jawel, dat zijn mijn pepernoten. Komt u erbij? Ja, kijk maar. Nee, echt niet. Dat zijn mijn pepernoten. Ik weet nergens van. Jawel. Lieve kinderen, zullen we eens even wat zout strooien op die pepernoten van de bakker? Maar dat mag toch helemaal niet? Ja. Maar wil je nou winnen of niet? Dan doe ik het wel. Oh. Hey bakker, je veter zit los. Oh, dankjewel. Dit is de karamelpepernoot, had ik begrepen. Die ziet er mooi uit, mooie grote. Lekker. Even proeven. Lekker. Dit is een zeezout karamel pepernoot zonder karamel. Nou. Nou, wel bijzonder, maar ik denk dat er wel goed over nagedacht is. Welke is de lekkerste? Zo met zo'n zeezout. Weet je met zo'n zeezout? Dankjewel. Alsjeblieft. Is het? Boeren, burgers en buitenlui. Boeren, burgers en buitenlui. Alle pepernoten zijn geproefd. De jury zit vol en gaat zich nu terugtrekken. Jury, mag ik u verzoeken? Sterkte met de beslissing. Ja. Dankjewel. En met de spijsvertering. De jury heeft een beslissing genomen. Aanstaande zaterdag, tijdens de intocht van Sinterklaas, zal Sinterklaas de winnaar bekendmaken. Die winnaar die komt uit de drie genomineerden. Viola van Aardenhout. Kees. En Celine, Doer en Ronnie. Ik zie jullie graag aanstaande zaterdag bij de intocht van Sinterklaas. Dank u wel. Naar rechts en dan omhoog. Van links naar rechts.
achter, dan naar rechts. Pepernoten naar voor. Zo dansen ze steeds door. Ze strooien, strooien en ze gooien. Ze dansen, de pepernoten dans. Danspiet doet het op de maat. Feestpiet zelfs tot s'avonds laat. Ze gaat het altijd door. Ik doe het even voor. Pepernoten eerst naar links. Pepernoten dan naar rechts. Pepernoten naar voor. Zo dansen ze steeds door. Ze strooien, strooien en ze gooien. Ze dansen, de pepernoten dans. Ze strooien, strooien en ze gooien. Ze dansen, de pepernoten dans. Pakpiet in het piekdehuis. Kookpiet achter het fornuis. Ze gaat het steeds maar door. Ze strooien, strooien en ze gooien.